Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS Beurs. Welkom bij een nieuw seizoen van Mijn Leven, Mijn Gezondheid. Vol nieuwe onderwerpen en met de vaste presentatrices. Je gaat het zien in seizoen 4. Weer terug van vakantie? Gelukkig heeft Nederland ook veel moois te bieden. Molens zijn een karakteristiek onderdeel van de Nederlandse cultuur. Het oude molenaarsambacht bestaat nog steeds, maar wordt door nog maar weinig mensen beoefend. Hans Petit van Molen de Bente is zo'n beroepsmolenaar en hij gaat maar laten zien wat er in een molen gebeurt. Hans, jij bent molenaar van beroep. Zijn er nog veel fulltime molenaars? Ongeveer 45. Zo, ja. Dat is helemaal niet zoveel, hè? Nee. Komen er nou ook nog molenaars bij of is het een uitstervend beroep? Nou, laat ik zo zeggen, in de 70er jaren was het inderdaad een uitstervend beroep. Het waren natuurlijk molenaars van vader op zoon en opkomst van fabrieken en industriële molens. Ging dat verloren? Ja. En toen waren er gelukkig een aantal mensen die hebben dat bedacht van nou, dit vak moet niet verloren gaan. Ja, want hoe word je een molenaar? Ten eerste moet je er natuurlijk gek van zijn van zo'n prachtig apparaat. Ja. Je gaat meteen glunderen. Tuurlijk. Je moet passie hebben. Ja. Het is natuurlijk een stuk techniek. Je moet conditioneel goed in orde zijn. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je dus met zo'n molen iets kan maken. Het is een soort fabriekje met wind. Ja. Of met waterkracht natuurlijk. Ja, hoe werkt het nou eigenlijk, zo'n korenmolen? Nou, je ziet die wieken draaien. Ja. Er zit een as aan. Er zit weer een wiel aan met tandjes. En die drijft weer een ander tandwiel aan. En uiteindelijk drijft die dan stenen aan in dit geval. Nou, en die bovenste steen die draait over een onderste. En daartussen wordt het graan gemalen tot meel. Zo werkt dat. En die wieken moeten dus altijd richting de wind staan. Die kunnen 360 graden draaien. Dat klopt, ja. En als er geen wind is? Nou, ik zit zo in elkaar dat ik elk zuchtje wind probeer te benutten. Oh ja? Als er geen wind is, probeer ik toch te kijken van daar komt die wind vandaan. Ik leg alle zeilen bij. En als je dat namelijk niet doet en je laat hem staan en je gaat naar huis, dan weet je zeker dat je dat zuchtje niet kan benutten. En uiteindelijk heb je dan meel. Wat gebeurt er dan mee? Voor wie is het bedoeld? Nou, er zijn sommige bakkers die dat meel gebruiken voor een molenbrood, een specifiek molenbrood. Bij mij is het grootste gedeelte particulier die een echt origineel brood willen bakken. Jij hebt hier je eigen winkeltje? Ja, ja. Ik geef ook demonstraties, zo nu dan, om de mensen te laten zien van nou, hoe smaakt zoiets, hoe ziet dat eruit en wat moet je doen om dat resultaat te krijgen. Is er nou verschil in kwaliteit met de producten in de supermarkt? Ja, ten eerste de prijs, uiteraard. Het is natuurlijk een bewerkelijk product, ambachtelijk. Het boterhammetje is wat minder hoog dan bij een bakker. Maar ja, je hebt er maar een paar van nodig en je weet wat je erin hebt gestopt. Zo is dat. Ja, er zit alleen maar volkorenmeel in, zout, water en gist. En een stukje energie van mezelf. Echt heerlijk. Zijn alle molens in Nederland nou eigenlijk ook open voor publiek? Nou, de meeste molens hebben dagen waarop je dus als publiek binnen kan komen. Ja. Er zijn ook molens die dat vaker hebben. Dan hebben ze meer molenaars om dat rond te leiden. Moet natuurlijk veilig zijn. Hans, hoe oud is deze molen nou eigenlijk? Nou, al meer dan 200 jaar. Echt? Ja. Waar, uit welk jaar? Uit 1814. Oh ja. Dat is de oudst gebouwde molen in Drenthe. Nou, dit is dus spelt en tarwebrood wat hier wordt gemaakt. En dan kan je zeggen, het is echt heerlijk. Oh ja, en wil je nou meer weten over deze molen? Kijk dan op onze website mijnlevenmijngezondheid.tv. Ga ik nu weer even genieten. En wat dacht je van lekkere Hollandse kaas? Iedereen kan wel een aantal kenmerken opnoemen van biologische kaas. Het is bijvoorbeeld beter voor het milieu, diervriendelijk en zonder allerlei toevoegingen. Maar wat betekent biologisch nou precies en hoe maak je biologische kaas? Nou, dat ga ik vragen aan Marja Bastiaanse van Bastiaanse Bio.
Marja, waarom kiezen mensen voor biologisch eten? Nou, mensen kiezen vaak voor biologisch eten vanuit een bepaalde overtuiging dat ze graag gezond willen eten met zo min mogelijk toegevoegde stoffen zoals conserveermiddelen, kleurstoffen, antibiotica, wat preventief aan dieren gegeven wordt om ze gezond te houden. Je probeert daarmee zo natuurlijk mogelijk eigenlijk te eten, denk ik. Ja, wat is dan het verschil tussen biologisch en niet-biologisch eten? Nou, biologisch eten betekent eigenlijk dat de hele keten, dus vanaf het begin af aan, biologisch gevoerd wordt. Dat betekent dat de beesten eten biologisch voer. Ze hebben veel meer ruimte, ze hebben een grotere stal. En die beesten die gaan ook gewoon iedere dag vaak nog naar buiten. Als het slecht weer is, blijven ze natuurlijk binnen. Maar als het mooi weer is, gaan ze lekker de wei in. Nou, die melk die krijgen wij aangeleverd van onze eigen boeren. Die melk die wordt hier verwerkt. En wij verwerken dan op een biologische manier. Dat betekent, je maakt geen gebruik van conserveermiddelen, van kleurstoffen, van schimmelwerende middelen. Je eet eigenlijk een product zoals zo natuurlijk mogelijk. Ja, want jullie krijgen biologische melk aangeleverd hè, van de boeren. Ja. Jullie maken er vervolgens een biologisch kaas van. Hoe gaat dat? De melk komt met grote tankwagens hier aangeleverd. Mm-hmm. Vanuit die tankwagen gaat het de kaasbak in. Ja. Dan gaat er stremsel en zuursel gaat erbij. Ja. Daardoor wordt de melk een soort dikke massa. Die dikke massa gaan we snijden met messen. Ja. Op het moment dat je die massa snijdt, zie je dat je allemaal vlokjes krijgt. En je krijgt vocht, wat kaaswei genoemd wordt. Ja. Nou, die blokjes, die ook wel vrommel genoemd worden, die gaan we in kaasvaten doen. Ja. Dan zakt nog steeds meer vocht zakt eruit. Een kaasvat, hoe moet ik dat zien? Het is gewoon eigenlijk een hele grote vergiet. Okay. Het is de vrommel wordt in het vat gedaan en dan komt door alle gaatjes aan de zijkanten komt het vocht er ook weer uit. Okay. En dan? Dan gaan ze onder de pers. Dan krijg je eigenlijk al een beetje een kaasvorm. Ja. Dan als ze onder de pers uitkomen, dan wordt er in feite heel hard op geduwd. Ja. Op het moment dat je erop dat deel voorbij is, heb je eigenlijk al een kaas die je echt kunt vasthouden. En dan gaat hij in het pekelbad voor zout. En zout doe je voor de conservering en doe je voor de korstvorming aan de buitenkant. Okay, dus er is wel een vorm van conservering, maar op een natuurlijke manier. En vandaar dat. Dat is dus biologisch. Ja, je maakt gebruik van zout, ja. Omdat zout zorgt ervoor dat bijvoorbeeld schimmels en bacteriën niet kunnen groeien. Alle kaas hebben het vegetarisch keurmerk, hè? Ja. Wat houdt dat in? Nou, wat veel mensen niet weten is dat kaas vaak gemaakt wordt met een dierlijk stremsel. Dat komt van de lepmaag van een kalf. Terwijl er ook ondertussen vegetarische alternatieven, zoals het stremsel wat wij gebruiken, dat is een vegetarisch stremsel wat gemaakt wordt van een schimmel. Daardoor kunnen mensen die vegetarisch, althans die wel melk willen eten, maar natuurlijk geen dierlijke bestanddelen, die kunnen onze kaas gewoon met een gerust hart eten. Nog één laatste vraag. Is biologisch nou ook echt gezonder? Op het moment dat je voor biologisch kiest, is eigenlijk om zo min mogelijk dingen binnen te krijgen die je helemaal niet nodig hebt. Meer weten over biologische kaas? Kijk dan op onze website mijnlevenmijngezondheid.tv of op onze Facebookpagina. Wat te doen tegen al die vakantiekilo's? Steeds meer mensen vinden de weg naar de sportschool. Even wat gewichten heffen, een crosstrainer of op een loopband. Maar een fitnessruimte kan zoveel meer zijn dan alleen maar puur een ruimte met apparaten. En daar ga ik vandaag achterkomen bij FitVak. Matthijs, waarom is sporten en fitness nou zo belangrijk? Sporten in algemene zin is natuurlijk heel belangrijk. En dat geldt voor iedereen. Zowel lichamelijk, geestelijk als preventief. Fitness is een uitermate geschikte manier om meer te bewegen en aan je gezondheid en vitaliteit te werken. En hoe weet ik nou, als ik eenmaal de keuze heb gemaakt om te gaan sporten, dat ik bij de juiste sportschool zit? Nou, je moet dan voor jezelf denk ik een aantal keuzes maken. Wat is er voor aanbod? Wat voor regels worden er gehanteerd? Mm-hmm. Maar de belangrijkste vraag denk ik die je zelf moet stellen als consument van past zeg maar, de sportschool bij mijn wensen en behoeften? Voorzien ze in mijn vraag wat wil ik? En dat kan betrekking hebben op je openingstijden, dat kan betrekking hebben op abonnementsduren, abonnementsvormen. Er zijn er altijd mensen die een sportschool of als een fitnessruimte alleen maar zien als puur een ruimte met alleen maar wat apparaten erin. Maar wat heeft de sportschool nog meer te bieden?
Gelukkig is er veel meer dan dat. Ik kan me voorstellen hoor, dat je zegt van goh, het is een pand met apparatuur en groepslessen en dat soort dingen. Maar er ligt ook heel veel kennis en kunde op het gebied van bewegen, voeding en lifestyle. En op die manier ga je mensen echt aan gedragsverandering helpen. En daar heb je coaching en begeleiding bij nodig. Want dat zijn dingen die je niet zomaar even 1, 2, 3 doet. Dat is over het algemeen echt wel, heb je een paar jaar voor nodig. Bouke, voor wat voor mensen is deze vorm van sport nou echt geschikt? Voor iedereen. We proberen iedereen aan het bewegen te krijgen in deze gemeente. Ja. Dat is onze passie en onze doelstelling. En hier hebben we de trimbaan aangepast, zodat eigenlijk jong en oud de oefeningen kan doen. Oké. En wat moet ik me nou echt voorstellen bij sport onder begeleiding? Onder begeleiding sport wil zeggen dat een erkende instructeur met de mensen gaat bewegen, instructie geeft, controle uitoefent op de oefeningen die ze doen. En binnen gaat dat wat makkelijker. Ja. Dus kunnen we één op één trainen of in de groep. Hè? Dus dat we hebben een grote groep mensen die we in één keer instructie kunnen geven. En hier buiten kunnen het mensen zelf doen. Maar ook hier worden trainingen verzorgd. Nou ben ik toch wel nieuwsgierig. Heb je nog een aantal oefeningen die heel erg effectief werken, waarvan heel veel mensen nog niet weten dat die zo goed zijn? Jazeker, die gaan we zo doen. Ja. Oké, prima. Wil je nou nog meer weten? Kijk dan eventjes op onze website. Mijnlevenmijngezondheid.nl. Ja, ik ben hier nog niet zo goed in. Maar het leuke van golf is dat het een sport is voor iedereen. Voor jong tot oud. En daarnaast is het ook nog eens een hele gezonde sport. Nou, vandaag ben ik bij PGA Holland. En daar spreek ik Wouter en Jim. En zij gaan mij meer vertellen over golf. Wouter, jij bent echt een professional. Wat vind jij zo leuk aan golf? Ja, leuk aan golf is de kick om elke keer de bal die je het beste hebt geslagen nog beter te spelen. Om nog een betere score te maken. En elke dag de uitdaging aangaan met jezelf. Vooral, het is een spelletje tegen jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk, dus je kan alleen maar jezelf de schuld geven. Hoe ben je nou ooit in aanraking gekomen met golf? Ja, vroeger speelde ik meerdere sporten, tennis en voetbal onder andere. En het groepje van tennissers die ging elke keer een golfclinic doen. En dat is de eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen in golf. Als jij nou gaat spelen, wat vind jij dan belangrijk? Nou, belangrijk is vooral genieten. Elke slag is anders, elke hol is anders, elke dag is anders. Je hebt ander weer, wind, regen, zon, andere seizoenen. Ja. Je kan ook soms sneeuw hebben, dan ga je ook nog soms zelfs naar buiten. Dus dat is elke dag is weer een nieuwe uitdaging. Jim, jij bent directeur PGA Holland Opleidingen. Ja. Nou is Wouter echt een pro, maar welke mensen kunnen hier nog meer terecht? Nou, in principe iedereen. Ik zal van jong tot heel oud. Voor dames en heren. Zelfs voor gehandicapten. Mensen, het balletje ligt stil. Dus iedereen kan op zijn eigen manier bewegen. Je hebt geen tegenstander. Iedereen kan dus tegen elkaar spelen, maar geldt dat dan ook voor verschillende leeftijden, zeg maar? Dus ook jongeren tegen ouderen? Ja, je kan de combinatie zo gek maken als je wilt, omdat we namelijk altijd met een handicapverrekening zitten. Dus je kan, laat ik het zo zeggen, een pro kan tegen een amateur spelen. Een hele goede kan tegen een hele slechte spelen. En met handicapverrekening. Hetzelfde is opa zou ook met zijn kleinkind kunnen gaan spelen. Papa kan ook met zijn zoon spelen. Het is dus echt een sport voor iedereen. Maar is het financieel dan ook toegankelijk voor iedereen? Ja, financieel is het ook voor iedereen toegankelijk. Het is maar net, je kan het zo duur maken als je zelf wilt. Of zo goedkoop. Nou zijn er ontzettend veel sporten. Waarom moet iemand echt voor golf kiezen? Nou, naast het feit dat het een fantastische uitdagende sport is, het stelt je echt op de proef en daagt je uit, is het ook een sport die heel gezond is. Ja, laat ik zo zeggen, je loopt 4 tot 5 uur in een hele mooie omgeving, berg op, berg af. Dus dat vergt best wel wat van je lichaam, zodat je in beweging blijft en dat is gewoon heel goed voor je lichaam en ik zeg ook je geest. Wil je nog meer weten over dit onderwerp? Ga dan eventjes naar onze website mijnlevenmijngezondheid.nl. Zometeen zijn we weer terug met Mijn Leven Mijn Gezondheid. Blijf dus vooral kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS Beurs. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de 50PLUS Beurs.
als de extra kilo's eraf zijn, wil je weer wat inspiratie opdoen voor de volgende vakantie. Nederland is een echt fietsland. Als Nederlanders houden we ook echt van fietsen. Al is het maar om een boodschap te doen of gewoon naar het werk te gaan. Maar waarom gaan we niet gewoon gezellig op fietsvakantie? Daar kom ik vandaag meer over te weten bij de specialist in fietsvakanties, Vital Vakanties. Ruud, stel ik ga op fietsvakantie. Hoe ziet dat er dan uit? In de eerste plaats is het genieten. Mm-hmm. Daar begint het mee. Wat is je vakantie? En daarnaast, fietsen is gezond, goed voor lijf en leden. Daar hoeven we niet over te praten. Dat is al lang wetenschappelijk bewezen. En het is bovenal fun. Fietsen op plekken waar je nog nooit eerder geweest bent. Maar ga je dan altijd met een groep? Nee, juist niet. Weet je, sommige mensen vinden het wel leuk om met een groep te fietsen. Dat is lekker safe, lekker veilig. Ja. En dat kan dan, want dan kan je met de fietsbegeleider mee. Maar er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik ga gauw naar de supermarkt een broodje kopen, want ik ga tussenmiddag ergens met mijn voet in het water lekker genieten van de omgeving. En een ander zegt, van, ik fiets snel naar de stad, want ik wil het museum gaan bezoeken. Als ik denk aan de fietspaden, in Nederland zijn ze natuurlijk bijna perfect, misschien wel. In het buitenland misschien wat minder, of niet? Nou, dat valt wel mee hoor. Lang leven Europa, zeggen wij. Er is veel geld voor vrijgemaakt. En inmiddels is de infrastructuur in veel landen nou misschien nog wel beter inmiddels dan in Nederland. Nou, ik blijf vandaag in Nederland, maar ik ga zo meteen wel even een stukje fietsen. Lijkt me een goed plan, we gaan maar doen. Lottie, jij gaat vaak op fietsvakantie, hoorde ik. Ja, klopt. Maar wat is er nou zo leuk aan op fietsvakantie gaan? In eerste instantie omdat ik fietsen natuurlijk heel erg leuk vind. En het is een ideale combi om met de bus op vakantie te gaan en je eigen fiets mee te kunnen nemen. Waar ben je al geweest met de fiets? In Italië, aan het Gardameer heb ik gefietst. De Oostenrijk, meren van Carinthië. Dat is echt ook heel schitterend. En er zijn ook zoveel plekken waar ik zo graag zou willen fietsen. Dus ik heb nog heel wat te gaan. Wil je nou meer weten over bijvoorbeeld fietsvakanties? Kijk dan op onze website mijnlevenmijngezondheid.tv. Wacht op mij! Geen vakantiedagen meer, maar toch een dagje ontspannen? Om bewust te worden van je innerlijke kracht, kan je ervoor kiezen om naar een spirituele coach te gaan. Dat kan hier in ons koude Nederland, maar met Arie Verwoerd van Master Your Life kun je ook op reis naar jezelf in het buitenland. Ik ga eens vragen wat zo'n reis inhoudt. Arie, waarom gaan mensen naar een spirituele coach? Mensen gaan vaak daar naartoe als ze merken dat ze ergens in vastlopen. Of ze merken dat ze vast komen te zitten in bepaalde zaken. En ze gaan dan toch zoeken. Wat is het doel van spirituele coaching? Het doel is uiteindelijk dat mensen weer meer in zichzelf gaan geloven. En dat ze ook het vertrouwen in zichzelf terug gaan krijgen. En zichzelf ook toelacht in plaats van dat het de zwaarte overheerst in hun leven. Wat voor methode gebruik je daarvoor? Hoe doe je dat? Dat kan door gesprekken. Dat kan door massagevormen. Ik geef ook cursussen van een lang weekend tot 12, 15 dagen. En dat doe je hier? Die wordt hier in Nederland ook gehouden, maar ook in het buitenland. Ja. En nu ben ik heel erg georiënteerd op de Dominicaanse Republiek. Oké. Okay. Ja. Leuk. Wat gebeurt er tijdens zo'n reis? Gemediteerd. Het wordt ook hoofdzakelijk 's morgens om vanaf 7 uur is het bed uit. En tot 8 uur zijn ze echt onder de pannen bij me. En het is gecombineerd van met massages tot meditatievormen. En ook echt geconfronteerd worden met jezelf. Dus je hebt soms ook even ruimte voor jezelf ertussen nodig om even bij te komen. Maar de hoofdzaak is wel dat er een opbouw in zit die dagen. Van energie en van kracht. Waardoor ze toch zichzelf gaan ontladen. Ik had pas een vrouw die het laatste zei van, joh, ik heb gekotst, gehuild, gelachen en uiteindelijk ben ik nu opgelucht en ik voel mezelf vrij. Ja. En dat is, ja, daar doe je het voor. Ja. Waarom nou in het buitenland? Waarom niet gewoon hier? Over het algemeen, als je op de Dominicaanse Republiek daar komt, is er zo'n oerkracht die in de grond is. Dat geeft zo'n andere dimensie voor jezelf al. En je bent los van iedereen thuis. En ook van je werk, je kan even niet zo makkelijk naar je telefoon kijken. Je computer. Ja. Precies, dat is het makkelijkste natuurlijk. Dat is ons grootste vriend geworden. En dat is, om dat niet meer te hebben, ben je toch heel erg gefocust met jezelf. En dat is heel prettig. Voor wie is het geschikt? Uiteindelijk is het voor iedereen geschikt. En als je wil, dan werkt het ook. En
in die zin werken dat je... Het is vaak zwaar. Je komt tegen je eigen emoties, blokkades aan te lopen. En die moet je wel willen zien. Ja. En dus een wil is heel erg belangrijk. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.tv of volg ons op Twitter. En wil je je bruine zomerse kleurtje zo lang mogelijk vasthouden? Dan ben je hier aan het juiste adres. Het mooie weer is weer onderweg. Dus de t-shirts, rokjes en zomerjurkjes kunnen de kast uit. Melkflessen staan natuurlijk niet zo mooi onder een zomers jurkje. Maar daar is tegenwoordig een oplossing voor. Tamara van Oostveen van T-Tens gaat mij zometeen alles vertellen over gezond en snel bruin worden. Tamara, jij bent de eigenaresse van een spraytanningsalon. Maar wat is spraytanning? Spraytanning houdt in dat je lekker bruin laat sprayen in één keer, in amper 15 minuten. Hoe doe je dat dan? Dat doe ik door middel van spraytanvloeistof. En dan spreek je... bruin en dan kan je van tevoren kiezen uit welke gradaties in bruin tinten, welke gewenste kleur jij wil hebben. Hoe vaak moet je dat dan doen? Je bent eigenlijk in één keer heb je de gewenste resultaat van wat jij wil. Het blijft ongeveer één week dat heel goed blijft zitten. En na een week dan merk je toch wel dat het geleidelijk aan vervaagt. Dus als je zou willen, zou je om de 2 weken kunnen komen. Maar de meeste mensen komen wel echt alleen als ze een belangrijk event hebben, een verjaardag, voordat ze op vakantie gaan zeker. En wat is nou echt het verschil tussen, want je hebt natuurlijk zonnebank, make-up, het is allemaal niet echt goed voor je, en spraytanning? Nou ja, met spraytannen is het fijn dat je in één keer het gewenste resultaat behaalt. En tevens, de vloeistoffen waar wij mee werken, dat zijn ook A-vloeistoffen. Dat houdt in dat ze ook nog botanische extracten bevatten, wat ervoor zorgt dat je huid goed verzorgd en gehydrateerd wordt. En nou begreep ik ook dat je er cellulitis mee kon bestrijden. Onze vloeistoffen bevatten extracten die cellulitis camoufleert. Dus en niet alleen cellulitis, ook gesprongen adertjes en andere oneffenheden. Nou, zoek de verschillen. We zijn duo Penotti. Je hebt net een spraytanbehandeling ondergaan, Daphne. Ja. Ben je blij met het resultaat? Super blij. Je bent echt poepiebruin en nog natuurlijk bruin ook. Wil je nou weten hoe die spraytanbehandeling in zijn werk ging? Kijk dan op ons YouTube-kanaal. Dit was het weer voor dit weekend. Wil je op de hoogte blijven van ons programma? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Tot volgende week. Dit programma werd mogelijk gemaakt door de 50PLUS Beurs.